Een koninklijke onderscheiding voor wethouder Gerard Slegers. Hij kreeg het lintje omdat hij voor zijn wethouderschap ruim 12 jaar raadslid is geweest. Slegers die werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Meneer de Vries, wilt u nog iets zeggen of zal ik eerst, mag ik eerst iets bijzonders doen? Kunnen we daarna weer met de vergadering door. Beste mensen, we hebben vanavond al een paar heugelijke en maar ook bijzondere memorabele momenten met elkaar gehad. We hebben nog iets bijzonders. Bijzonderder. Ik weet niet of het goed Saans is. Het gebeurt niet vaak dat je als burgemeester een wethouder in een koninklijk zonnetje mag zetten. Maar vanavond gaat dat echt gebeuren. En ik vraag Gerard Slegers om in ons midden te komen staan. Zo doen we dat hier altijd, Gerard. Want over hem hebben we het. En zijn familie, vrienden, kennissen, oud-collega's, collega's zijn daar volgens mij allemaal aan die kant, hè? Of zit er ook nog aan die kant? Ja, nee, daar aanwezig. Het is fijn dat jullie er zijn. Welkom. En dan zal u zeggen, maar hij is nog geen eens 150 dagen wethouder. Proeftijd is nog geen eens om. Dat klopt. Als wethouder moet hij zich nog bewijzen. Maar als raadslid kan Gerard bogen op een lange staat van dienst. En dan heb ik het niet over zijn raadslidmaatschap in Zaanstad. Want dat waren 77 fantastische dagen, geloof ik. Zoiets. Nee, ik heb het over zijn leven voor de liefde hem naar Zaanstad bracht. Zijn leven als raadslid in het Brabantse Veldhoven. Veldhoven, de slimste. Nee, wat is het? Daar was hij al 16 jaar politiek actief, waarvan 12 jaar als raadslid. En dat verdient grote waardering. Waardering die Veldhoven hem had willen tonen toen hij daar vertrok als raadslid, maar zijn raadslidmaatschap in Zaanstad stak daar een stokje voor. Maar nu je wethouder bent geworden, kan het wel, Gerard. En dan ben ik ook heel erg blij dat hier een Veldhovense delegatie aanwezig is. Waar zitten jullie? De Veldhovense, kijk, dat zijn ze allemaal. Van harte welkom, net als alle andere gasten van Gerard. Gerard, je begrijpt, alles wat ik over jouw Veldhovense raadslidmaatschap ga zeggen, heb ik uit uiterste betrouwbare Brabantse bron. Want ze noemden je daar het oliemannetje. Je begon in 2002, was raadslid tot 2006 en daarna was je 4 jaar steunfractielid. En vanaf 2010 tot je vertrek in 2018 was je fractievoorzitter van het CDA. Het oliemannetje, een verbinder in de fractie, maar vooral ook tussen fracties in de coalitie. Je wist altijd de sfeer goed te houden, niet vreemd voor iemand die wordt omschreven als een hartelijk mens, die zich thuis voelt in een omgeving met een lekker glas bier of wijn, of aangename spijzen, ik begreep ook kroketten en worstenbroodjes, of bieterballen, en in goed gezelschap. Je was een goed debater, die inhoudelijk beslagen ten ijs kwam en die de trucjes van het vak kende. Je was vaak aan de interruptiemicrofoon te vinden, met een fronsende blik, maar wel altijd nadat je eerst zorgvuldig je broek en je jasje in de juiste plooi had gebracht. Want hoe je eruit zag en overkwam, hield je sowieso wel bezig, heb ik gehoord. Het schijnt dat je de raadsvergaderingen op beeld ook nog regelmatig terugkeek om samen met anderen je eigen optredens te evalueren. Ik weet niet of je dat hier ook doet, maar ik heb het nog niet gemerkt. Komt nog. Je was voorzitter van de werkgroep Levendigheid Raadsvergaderingen en Raadscommunicatie. Nou, dat laatste hebben we misschien wel nodig, maar het eerste, volgens mij, die levendigheid, daar zit het wel goed mee. Dat heb je hier alvast gemerkt. En de werkgroep die je enthousiast hebt geleid, heeft 11 voorstellen gedaan die door de raad zijn overgenomen. En deze voorstellen worden nu geleidelijk aan, begreep ik, en als er nee wordt geknikt, dan is het niet juist, maar die worden nu ingevoerd, als het goed is. Aan het einde van de laatste raadsperiode heb je geen geheim gemaakt van je wens om wethouder te worden. De overgang naar het wethouderschap lag in het verschiet. Alleen werd het niet Veldhoven, maar werd het Zaanstad. En het grote verschil tussen wethouders en raadsleden is dat wethouders het als een baan doen. En ze worden daar ook nog eens prima voor betaald. Maar raadsleden zetten zich in hun vrije uren in voor de samenleving en ze krijgen daar een schamele vergoeding voor. En als je dat dan zo lang doet, als jij dat hebt gedaan, ruim 12 jaar, naast je werk als ondernemer, dan verdient dat een diepe buiging en dan verdient dat een bijzondere waardering. Die waardering wilde Veldhoven je van harte geven en die waardering wil Zaanstad je geven. Maar wij niet alleen, want het heeft Zijne Majesteit de Koning, hij is helaas niet zelf hier, zei je net nog, behaagd om jou te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En het is mij een grote eer om jou die versiersel op te spelden. En een applaus. Ja.
Gerard Slegers werd in 2002 raadslid voor het CDA in Veldhoven. Na 4 jaar stapte hij uit de raad, maar bleef wel actief als commissielid en steunfractielid. In 2010 keerde hij terug in de gemeenteraad van Veldhoven en werd fractievoorzitter. Dat bleef hij tot zijn vertrek naar Zaanstad in 2018. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart was hij in Zaanstad ook nog ruim 2 maanden raadslid tot zijn installatie als wethouder sport, openbare ruimte en mobiliteit. Voor de jarenlange inzet voor de samenleving die hij als raadslid heeft getoond, wordt hij nu koninklijk onderscheiden. En bij de uitreiking is ook een delegatie uit de Veldhovense politiek aanwezig geweest. Dit werd zeer gewaardeerd. Tot zover het nieuws uit het stadhuis. De beelden die u zag waren afkomstig van de gemeente Zaanstad. Elke raadsvergadering wordt uitgezonden op het kanaal van de gemeente Zaanstad. U kunt daar het hele debat kunt u daar zien. Ook is dit later nog terug te zien op de website van de gemeente Zaanstad.